Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mij Onze Best. En vandaag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Kings of Crabs. We duiken er gelijk in. Als je het vaak wilt zien, abonneer, reageer, like, zeker deze video. En dan gaan we gelijk beginnen. En we zijn er bij potje 1. Nou, we gaan op gemakje rondlopen. En we beginnen met gelijk de eerste knap te verslaan. Pak hem, pak hem. Ja, anders ga ik dood. Anders ga ik dood. En ik heb de volgende. En nou moeten we wegwezen. Heel snel. Anders ga ik nog harder dood. Maar ik heb het al wat vaker of wat meer gespeeld. En ik blijf toch bij de speed guy. Omdat hij toch wel... Die snelheid die hij meekrijgt is eigenlijk toch wel best wel chill. Dus daarom blijf ik deze ook gewoon heel erg gebruiken. Nou, even wat levelen. En dan... Ah, sta ik tegen een boom aan te harken. Dat is niet zo chill. Zo. Maar je kunt het dus ook met je muis. Nou, pak deze schildpad maar. Hup. We gaan hier omhoog. En pak deze. En nice. Nice. Even kijken. Waar zit op de map ongeveer? Waar zit... Ik kan het eigenlijk niet zien. Wacht. Ben ik nou echt blind aan het doen of... Waar is het nou? Oh nee, wij zijn een kruisje. Ja. Dus dan moeten we eigenlijk naar beneden. Nice. De boss has died. Nou, pakken deze. En we gaan gewoon op het gemakje naar de sleutel toe. Oh, en de tweede keer. Pak hem, pak hem, pak hem. Combo, combo, combo. Ja, nice. En nu even opladen. En dan... Oh. Ik doe een soort poison ofzo. Lijkt het wel op. En we gaan tegelijkertijd ook maar, we gaan pakken gewoon een leventje. Oh no. Ik heb ze opgespaard, dus... Ja, hé. Dit vind ik dan wel onzin, maar... Gelijk weer doodgaan. Zo. Oké, dit gaat hem niet worden. Kleine dingen, kom. Ik heb je nodig. Tot overleven. Ja, wat zeggen, hij zit nog steeds vast en hij is nog steeds aan het doodgaan. Dus, betekent iets goeds of niet? Oh, wacht, ik pak hem wel. Hem kan ik wel aan, yes. Yes, yes, en hem kan ik ook wel aan. Maar die andere wordt wel tricky. Rennen voor mijn leven. Rennen voor mijn leven. Hier, poison. Kist. Oh nee, wacht, er is deze krab. Deze kan poison doen. Dus we gaan waarschijnlijk direct even een andere krab selecteren. Want deze heb ik laatst vrijgespeeld, dat was het. De Rainbow Crab. Dun, dun, dun. Maar voor nu is het werkt deze voor goed. Dus daar krijg je gewoon een soort. Het is een soort ja. Hoe kun je dat zeggen? Gewoon. Dead spot. Jezus. Laatste keer. Ik wil eigenlijk voor die top bereiken. Ik ben 9 van de 11. 9 van de 11.
Dan zit de game hier vol. Hier, meer damage over time. Hij zit goed en vast. Dus. Zo. Ja. Lekker bezig, kom. Goed zo. Nu moet ik weer even wat speed regeneren, want dan kan ik gewoon een gekke aanval doen. Of niet, of ik verlies hem weer. Oh. Ja, het gaat weer zo vandaag. Hey. Nou, er zijn meer mensen gekomen. Nou, ik sta nog op de negende plek. Dus dat is wat... En gas geven. Zo. Zo wordt hij ook vertraagd. En gedamaged tegelijkertijd. Dat is wel iets wat chill is. Hey. Chest. Dankjewel. Zo. Nog meer glas. Jij bent de... Jij gaat eraan. Hier, lekker glas op je neus. Altijd leuk. Oeh, een zwaard. Die zijn zeer... Die is zeer gewild. Zo. Maar alsjeblieft. Jij ook. Bam, bam. Every... Dat denk ik eens niet, hè. Zo, bam. En hij is neer. Nou, ik heb nog vier keer het zwaard. Dus die gaan we ook zeer zeker opmaken. Met deze. Nice. En nee, hij nog even. Even poison, want het is nou wel erg groot gevecht hier. Dus voor de zekerheid maar even gebruiken. Zo. Jezus, ik heb hier even alles kort en klein. En dan gaan we hier ook in mengen, want we hebben toch nog een stikje en de poison. Tenminste, het is een soort vertragingspoison. En dan gaan we hier ook in mengen, want hè, ik heb nog steeds dat dingetje. Ook al slaat hij maar hard. Ik heb hem alsnog. En deze eten we op om even te healen. Nice. Nou, pak even het kistje. Oeh, dit is nice. En pak hem. Pop. Zo. En deze zijn gewoon kleine hapjes. En we gaan hier ook in mengen. En we gooien de poison. De vertragingspoison. Zo. Oh, dat is niet chill. Even HP. Even recht omhoog. Kan ik even alles netjes pakken. Nou, hij loopt weg. En ik pak ook het schild erbij. En nou gaat hij eraan. Zo. En hun gaat er ook even aan. Maar ik ben flip. Dat is niet zo chill. En nou zit ik in het midden. Maar ik kom er nog wel uit. Kijk. Ik kom er als sterkste gelukkig uit. Nice. En nog een keer. En nog een keer. En even naar regenen. Of even regenen. Oh. Maar even, hoe heet het? Speed, ja, speed regenen. Zodat we... Nou, die gaat ook even neer. Maar... Zo, dan kunnen we hier de klutsje in. En deze allemaal... Even kort en klein hakken. En dan deze moeten we ook even slaan. Slenen. En nou die. Kom op. Bam, bam. Zo. Dit is wel een hevig gevecht. Wat ik niet ga winnen. Aangezien. Ja, ik vind toch die speed wat chiller. Want dan gooi ik ze ondersteboven en dan kan ik ze volledig killen. Zonder dat ze iets kunnen doen. En nou worden ze langzamerhand gedamaged. Maar kunnen ze nog wel iets doen. Zo.
Kom even inmengen. Zo. Oh, hij krijgt even. Ja, hey, doen we het ook zo. Jezus Christus. Nou, hebben we. Een glazen bottle. Zo. Oh, hij heeft iets in zijn hand. Nice. Maar we gaan gelijk door dan even naar het tweede potje waar we de andere krab pakken. En daar zijn we weer. Met de, wel een goede krab. En dit gevecht gaan we waarschijnlijk gelijk verliezen. Of niet. Ja, ik heb deze trouwens al erg ver gevreed. Maar nu zit ik in de... En ik ben op tijd weggekomen. Dus moet ik even het vis eten. Om weer een klein beetje HP erbij te krijgen. En een krabbetje. Of een schelpdier. Maar ik ben de 12e. Oké. Nou, bam. Nee, verkeerde. Kom. Ja, dat ging helemaal niet. Maar. Ik heb mijn boosters. Mijn speed. Nee, ik wil gewoon hier naartoe. Goed zo. Ik ga deze hebben. En nou kunnen we. Zo, bam, bam, bam. En dan hebben we hem neer. En dan hebben we hem bijna gewoon weer opnieuw. En dan gaan we gewoon voor die. En die is toch al bezig. En dan pakken we gewoon gelijk door. En dan hebben we ze alle twee. En dan... Zo. Nee, verkeerde kant. Kom op. Nee. Ja, Jezus. Zit ik vast. Jongen. Maar we staan al op plek 5. Ik denk een jij. Oh nee. Twee hartjes, oké, boeien. Zo, hey, blijf gewoon aan. Jullie gaan ook neer. En nu ga ik mezelf weer vastzetten. Nou, net. Hé, hey, dat denk ik misschien niet, hè. Zo, bam, bam, bam. En ik heb ze neer. Even boost pakken en deze. Zo. Die is ook weer neer. Nou, we kunnen Super Saiyan mode gaan hier. Super Saiyan. Zo, zo, zo. Nice. Ja, die krab kan er ook nog wel bij. Dan gaan we opgemaakt het schildje pakken. En is er iets bijzonders? Ja, onderin is een sleutel. Waar die voor is, weet ik nog niet helemaal. Maar dat komen we snel achter. Daar gaan we snel achter komen. Zo, weg jij. Jij ook weg. Ja, jullie denken met z'n tweeën af te maken. Zo, 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 zo. Drie ons erboven liggen. En ik heb de maximale boost alweer, maar... We gaan op de max naar beneden. En er is daar geen hondje. Zo, bam, bam. Mooi. En ik heb de boost gewoon alweer. Zo. Nou, het klaar is. Ja, zo. Hier. Bam. Kom eens erboven. Klaar. Houdoe. Jij ook. Houdoe. Wat denk ik jij? Jij probeert mijn ding. Jij denkt mij te kunnen verslaan. Volgende. Ja, ik kan je ook flippen, hè. Ik denk met die grotere tegenstanders dat ik een standaard gewoon als ik gek moet invliegen. Zo.
leuke is dat de die random ook gewoon altijd een boost powers hebben. Kijk. Gewoon 2 voor de prijs van 1, hè. Oh, dan ligt hier gewoon dichtbij al een sleutel. Ik ben benieuwd wat het inhoudt. Waar het voor is. Take it to a chest. Oh, daar bovenin zitten chesten. Oké. Okay. Mensen zijn niet ver. Valt mee. Maar als ik deze richting aanhoud, dan kom ik eigenlijk wel ver. Ik zit ergens in vast. Oh, ik kan gewoon met die sleutels slaan. Lol. Help. Nou, er is nou momenteel niemand om te helpen, jongen. Zo, neer. Oh, een extra leven. Oh, dat is altijd mooi. En nu gewoon... Oh, hier, een cadeautje. En deze zit vast, dat is... Free XP. Maar... Is altijd mooi. Oh jezus, ik heb een godlike zwaard gekregen. Oh wat, nice. Echt niet een normaal zwaard, hè. Ja, deze doet... Nou, oh, deze slaat hij gewoon als een gek. Oh jezus, nou ben ik de king. Met een gek zwaard. Oh. Maar, dus je wordt automatisch king omdat je dan... Zo, hij slaat. Hier, slaan je. Bam, bam. Oh nee, maar dan komt er dat zwaard wat ik heb. Oh. Hoe lang ga ik dit volhouden? Oh. Hé, hey, een mes shield. Nou. Ja, ik moet zeggen. Ik hou het toch liever van mijn holy zwaard. Zo. Heel. Heel gevecht. Ja, we gaan wel gewoon door, hè. Ja, kost het wel 3 levens, maar. Als ik zin, zul ik echt even vast. Dus we gaan weer lekker hier sleeën. Nou zit ik weer vast. Oh nee. Dit heb ik echt verneukt. Maar bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Kings of Crabs. Als je dit vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik bij de volgende aflevering van Kings of Crabs. Maar misschien wel meer. Misschien wel op de... hoe heet het? De King site. Goed weten vast te houden, want... Dit ging iets dramatischer. Ja, is over. Helaas. Maar, fuck.